De kaarten van de zogeheten Back to Life evenementen van ID&T en Mojo waren binnen 20 minuten uitverkocht. Dat laat de organisator Fieldlab evenementen weten aan het ANP. Tekst gaat verder onder advertentie. Festivalfans en concertgangers konden donderdag vanaf 12 uur kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee festivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Voor elk concert in de Ziggo Dome waren 1300 kaarten te vergeven. En in Biddinghuizen worden per festival 1500 bezoekers ontvangen. Het eerste evenement staat zaterdag 6 maart op het programma. Dan treden tijdens een dansenfeest in de Ziggo Dome onder andere Sunnery James en Rian Marciano en Sam Veld op. Een dag later verzorgt André Hazes samen met een support act en special guest in dezelfde zaal een concert. Op zaterdag 13 maart vindt er een Back to Life dansenfestival plaats en op zondag een popfestival met Chef Special. Maan en Bilal Wahib. De kleinschalige events vinden plaats als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab evenementen. Bezoekers moeten zich aan diverse maatregelen houden. Zo moeten zij actief meewerken aan diverse onderzoeken en handelingen bij het event en moet iedereen negatief getest zijn op corona. Buzzelets blokkades.